Dat ik begin te schrijven zijn. Met een pen. Het gaat niet zozeer over schrijven, het gaat meer over creatief zijn. En voor mij is dat een manier om mij creatief te kunnen uitleven. Gewoon. Als schrijver zijn, dat weet ik niet, dat maak ik alleen maar open. Maar ik heb ook toneel gespeeld en dat soort dingen. Ik moet mij kunnen... Hé hey mensen, vooraan. Hier zijn het stoelen, Anke en... Oh ja, één achteraan is niet verkeerd. Ja, ze hebben me hier vandaag gevraagd om een lezing te doen. Nu, in principe doe ik niet zo graag lezingen. En ik doe ook nooit ex-cathedra, dus mijn voorwaarden is sowieso dat er vragen worden gesteld door een al dan niet professionele interviewer. En dat dan de mensen in de zaal eigenlijk inpikken, waardoor dat er een boeiende dialoog ontstaat. En dat doe ik wel graag, omdat dan, ja, dan durven de mensen ook vragen waar dat ze echt mee bezig zijn. Wat verdiende daarmee, dat soort dingen. En ik zal dan wel zeggen, oké, hier antwoord ik op of hier antwoord ik niet op. Maar ik vind het wel leuk als dat allemaal begint los te komen. Welkom. Dag Dick. Dag. Hier. Ja. Dat zit. Wie van jullie wil de eerste vraag aan Luc de Vlauw stellen? Nou, je hoort bijvoorbeeld heel vaak dat schrijvers iets van zichzelf in een verhaal stoppen. Dus bijvoorbeeld een bepaalde ervaring of ja, een bepaald personage dat ja, op die schrijver lijkt. En is dat bij u ook zo? Ja, alleen je bedoelt dat er eigenlijk dingen van mezelf in die boeken zitten. Ja. Uiteraard, dat is altijd zo. Ik denk trouwens dat je, als je niks meegemaakt hebt, dat je geen boek kan schrijven, zo simpel is. Dus in Pitbull, de vieze kroegen die daarin voorkomen, in Brussel, in de Matongewijk, daar heb ik allemaal gezeten, uiteraard. Om maar een voorbeeld te geven. Maar zit daar nu een personage in dat ik ben? Nee, helemaal niet. Daar zitten wel karaktertrekken van mij in bepaalde personages en soms ook in de killer of in de psychopaat, whatever. Maar vaak, allee, toch wat karaktertekening betreft, toch wel dingen van mensen die je dan kent of die je observeert of zonder daar ergens u gaan uit te pikken en te zeggen, voilà, nu zet ik die volledig neer. Dat doe ik trouwens niet. Maar ja, er zitten dingen van jezelf in, er zitten dingen in van familieleden, er zitten dingen in van vrienden, dingen dat je kent gewoon. Dat je ervaren hebt, daar kan je veel meer mee doen dan, allee, karakterieel dan, hè, dan wat je daar op dat vlak moet gaan fantaseren. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een writersblok gehad, omdat ik mezelf dat ook niet toesta. Nu, ja, maar ik ben ook met een heel aantal dingen tegelijk bezig. Dus als dat boek mij vandaag niet afgaat, dan ga ik een beetje aan een scenario prutsen. Ik doe ook nog wat script-doctoring voor andere mensen. Dus ik heb altijd wel iets, wel werk dat ik kan doen. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit niet voor gehad. En mijn systeem is, als ik zeg, oké, nu ga ik aan dat boek werken vandaag, dat ik eigenlijk begin met ja, de vorige paragrafen of alinea's te herwerken. Want elke zin kan beter. Jaren met Jeff Gerards dit soort gesprekken gehad. En Jeff zei altijd dat in zijn misdaadromans vinken het intellectuele van hem had en dat verstuift het erotische, hè, de lingerie, tik en dergelijke, ook wel van hem had, dat hij op allebei een beetje leek. Maar bij jou is het niet zo dat Bosmans en Deleu ook een beetje de flow zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee, alleen... Helemaal niet. Jeff is ook veel intelligenter dan ik. Nee. Het meeste van mij zal wel in Deleu zijn, denk ik. Toch wel. Ja, dat heb je gelast gegeven. Het is ook zo dat Enigma een beetje een speciaal boek is, omdat je eigenlijk twee boeken in één hebt verweven. Hè? En dat is het boeiende van mij, om het perspectief van die dader ook te kunnen laten zien. Hoe harteloos en gevoelloos dat hij ook is. In zijn redenering is alles wat hem doet correct. En dat boeit mij gewoon. En het fenomeen, bijvoorbeeld seriemoordenaars, boeien mij. Waarom? Omdat ik het niet kan begrijpen. Hoe dat iemand eigenlijk zo kan zijn. Ze zeggen altijd, literatuur is het aftasten van bepaalde grenzen. Nou, wel, dat doe ik hier eigenlijk. Ja. Ik probeer mij in te leven en voor mij is dat fascinerend, omdat ik het niet kan begrijpen. Maar als je jouw boeken leest, hè, dan lopen er toch een hoop gekken rond. Hè? Absoluut, ja. In Mechelen vooral. Het zijn vaak de meest onopvallende mensen die zo gek als een deur zijn.
Ja. Dus je weet nooit wie er vlakbij je rondloopt. Maar dat is de realiteit. Hè? Ja. Dat is de realiteit. Nee, dat bedoel ik ook, ja. Ja. Ja, Mechelen is mijn geboortestad, dus het leek mij voor de hand liggend dat ik Mechelen zou nemen, alleen al maar omdat ik niet aan een hoop opzoekingswerk moet gaan doen om de sfeer van de stad op te snuiven. En dat soort dingen, omdat ik er ook minder mee bezig was. Voor mij is het belangrijk dat ik een heel spannend boek wil schrijven met geloofwaardige personages. En in het begin was de arena, eigenlijk de setting, voor mij echt niet zo belangrijk. Maar gevoeld dat dus wel leeft bij mensen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik Mechelen gekozen heb. Want ik hou nog altijd, allee, mijn hart is nog altijd in Mechelen. En ook wel omdat dat het soort stad is dat ik nodig heb voor mijn boek. Ik wil niet echt de flitsende grootstad. Het mag wat kleinschaliger zijn, het mag wat provinciaal is een vies woord, maar wat rustiger s'avonds. Dat is wel het effect dat ik graag heb in mijn boeken. Als ik een boek lees nu, hè, dat ik 15 jaar geleden of 13 jaar geleden geschreven heb, ja, dan denk ik, oh nee. Maar ik denk dat dat logisch is, hè, want ik denk, ja, allee, als je niet verbetert door te oefenen, ja, met wat ben je dan eigenlijk bezig? Dus ik denk dat sowieso qua stijl dat je beter... Maar ik heb dat van mij afgezet, hè, want zelfs dat boek doet het vandaag nog goed. En ik moet dat van mij afzetten, want dat was wat ik toen deed. En ik ga dat niet helemaal herwerken in de stijl dat ik denk dat het nu moet zijn. De kans dat dat beter wordt, is zelfs miniem, denk ik. Dankjewel. En jullie ook bedankt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb bijna geen vraag gesteld. En de vragen bleven komen van jullie. Ik vind het hartstikke leuk, hartstikke goed. Bedankt. Prima.